Nou, de verouderde hals is te herkennen aan meerdere zaken. En die zouden ook afzonderlijk ook allemaal hebben ze een bepaalde soort van behandeling. Ik kan het wel zeggen. Bijvoorbeeld verticale lijnen, horizontale lijnen en ja, echt een slappe kokoenennek. De nek is te behandelen, maar het is wel een moeilijke indicatie. Je moet soms als dokter moet je wel echt creatieve oplossingen daarvoor bedenken. Ik kan wel zeggen, de horizontale lijnen zijn uitstekend te behandelen. Die krijg je eigenlijk altijd weg. De verticale lijnen of plooien kan je met een combinatie van botox, een filler en draden goed behandelen. Echt een kokoenennek, dus dat betekent dus dat het doorloopt. Kan je soms met vetoplossende behandelingen goed behandelen. Maar echt hele slappe huid, wat echt heel slap is, is wel te verbeteren, maar niet geheel weg te nemen met de behandelingen die ik aanbied. Nou, het aantal behandelingen die nodig zijn voor de verschillende onderdelen wat een te verouderde hals inhouden, zijn meestal 1. Nu is het wel zo, voor de verticale lijnen heb je sowieso 1 behandeling nodig en een evaluatiemoment om te bepalen of er meerdere behandelingen nodig zijn. Dus mensen moeten toch sowieso voor de hals 2 keer bij mij terugkomen. Nou, wat je van het resultaat kan verwachten is dat er een duidelijke vermindering is van de veroudering van de hals. Helemaal volledig strak krijgen is niet realiseerbaar, maar wel een duidelijke vermindering. En in die zin probeer ik te realiseren dus dat de veroudering van de hals weer synchroon is, weer in samenspraak is met de rest van het gezicht. Dus dat het niet zo opvallend is.